Ruiter kreeg de prijs van koning Willem-Alexander op het Binnenhof in Den Haag. Bij de uitreiking waren ook veel andere belangrijke militairen en politici. Ik feliciteer u met deze dapperheidsonderscheiding. Dank u wel, meester. Bijzonder eer. En waanzinnig dat je zo'n dag met al die mensen samen kan beleven. Want dat maakt het voor mij bijzonder. Roy de Ruiter werd als militair 6 keer naar Afghanistan uitgezonden. In die tijd deed Nederland mee aan de oorlog daar. Roy was toen piloot van een gevechtshelikopter en hielp vanuit de lucht het leger op de grond. Voor mij was vliegen de ultieme combinatie tussen mens en machine. Dat is waarom ik heel graag vlieger wilde worden bij Defensie. Hij heeft veel mensen geholpen en zorgde er ook voor dat een belangrijke terroristenleider werd opgepakt. Om de Willemsorde te krijgen moet je jarenlang laten zien dat je erg moedig en trouw bent. Zijn collega's vinden Roy een held door wat hij in Afghanistan heeft gedaan. Andere belangrijke militairen beslissen of iemand de Willemsorde echt verdiend heeft. En bij Roy was dat zo. Als je in een heel zwaar gevecht bent en ze hebben jou keihard nodig en je merkt dat je brandstof opraakt en je lampje begint te knipperen en je hoort allerlei gepiep in die cockpit, dan denk je, ik moet terug, want anders stort mijn helikopter neer. En Roy ging toch door. Natuurlijk niet zo lang totdat hij neerstortte, maar wel zo lang zoals de mensen op de grond hem nodig hadden. Dat Roy de prijs gekregen heeft, vindt hij een hele eer. Daarbij vindt hij het ook belangrijk dat iedereen weet dat hij al die moedige acties tijdens de oorlog niet alleen heeft uitgevoerd. Zeker in mijn vak doe je het nooit alleen. Dat was het mooie ook aan vandaag. Dat de prune was heel mooi gekleurd met alle verschillende delen van de krijgsmacht.